We willen het opkrapen en willen het hier schijnbaar een soort coating ingieten. Niet dat het erin lukt. Ja, ja. Dat die, maar dit moet graag gemaakt worden, netjes. Hmm. En dan moet je 10,5 meter lang worden. Dit blijft erin zitten. Ja, dan moet die stukjes in nemen. Nee, dit wordt staartstuk. Je kunt het hier achteraan aan. Oh ja. Maar nee, ja, Jan, die moet er niet uithalen, zit je? Want hij is gewoon klaar. Deze is mooi. Dat maakt niet uit. Hmm. En als hij geschilderd is. Ja, ja. Ja, er moeten eigen stukken in, maar ja, dat weet er in die punt of. Nou ben ik twee plateaus aan het maken. Waar de molenaar straks op kunnen gaan staan om een etage hoger te kunnen. En die hoeft niet zo groot te zijn als er maar een stuk of drie planken liggen. Wat ben je nou aan het doen, Harry? Je schijnt het dan bepalen voor de hulzen die hierin komen. Die hulzen die zijn niet meer gebruikelijk straks. Het is alleen maar voor de sier dat ze vroeger ook in zaten. Daar ook iets doen, of niet zitten? Ik kan veel zwaarder als die balken zitten. Ja. Die zijn schoorhouten en de schoorhouten die komen van de staarbalk naar de spruit. Dan heb je twee lange van 15 meter, die gaan van de staarbalk naar de lange spruit. En de twee korte die gaan van de staart naar de korte spruit. Ik ben de achterkant van het papier in aan het kleuren met een dik speciaal potlood. Waardoor ik dadelijk de letters op de ondergrond door kan drukken. En wat wordt er op geschilderd? Het jaartal van de herbouw van de molen, dat wordt anno 2017 komt erop staan. Het is alleen om de vogeltjes tegen te houden. Dat ze niet binnenkomen. Die willen ook droog zitten? Ja, dan hebben we maar overal zitten, behalve hier.
We moeten nou een gat maken voor de koningsstijl. En dan moeten we weer even wat voorzieningen treffen.